Dank u wel, mevrouw de voorzitter. Tja, ik heb de antwoorden die ons schriftelijk zijn toegezonden op de vragen in eerste termijn gelezen. En ik heb vandaag geluisterd naar de ministers. De ene noemt zich de minister van Justitie en Veiligheid en de ander minister voor Rechtsbescherming. Ik weet niet wat zij wel doen, maar met justitie, veiligheid en het beschermen van het recht heeft het allemaal weinig te maken. Het zijn eerder de minister van kan niet en de minister van wil niet. Deze twee ministers zeggen dat zij zich niet willen bemoeien met de rechtspraak in Nederland. Zij vinden het dus prima dat een verkrachtende stiefvader maar 2 jaartjes in de cel zit. Zij spreken zich niet uit over het feit dat een inbreker die met bruut geweld een bejaarde vrouw naar huis overvalt, finaal in elkaar slaat en daarna verkracht, slechts 4 jaar cel heeft gekregen. Het zijn de ministers van wegkijken, chic blijven doen, terwijl Nederland elke dag onveiliger wordt. Deze ministers zijn uitstekend gecast. Zij lijken op al die sufkezen die de Nederlandse strafrechtketen bezetten. Zij dragen dezelfde pakken en spreken dezelfde hautaine taal. En het resultaat is bijna misdadig, want gevaarlijke criminelen worden niet hard genoeg gestraft. De heer Azarkan. Voorzitter, vraag aan de heer Markensauer. Klopt het dat de PVV vandaag een beroep heeft gedaan op die rechtsbescherming? De heer Markensauer. De PVV. Kunt u zich wat nader uitleggen? Dat is in de praktijk Geert Wilders. U staat niet algemeen bekend als dat u heel veel inbreng heeft. Volgens mij heeft de heer Wilders vandaag een aangifte gedaan. En daarbij hoopt hij dat ook deze ministers en deze staatssecretaris daar ook zullen voor staan. En dat zijn klacht, gebaseerd op discriminatie, volgens mij een artikel wat u wilt afschaffen, nog zoiets. Maar klopt dat u daar op basis daarvan hoopt dat de rechtsbescherming er ook voor u is en dat u daar een beroep op hebt gedaan? Hoop doet leven. Nee, wacht even. Ik stelde een vraag, voorzitter. Er waren afgesproken dat we een antwoord zouden krijgen. Klopt dat u daar een beroep op hebt gedaan? U staat het. De PVV, ik zeg uw partij, de PVV bij monden van de heer Wilders, die doet vandaag een beroep op rechtsbescherming en hoopt dat de ministers dat ook handhaven. En u staat het hier weg te zetten alsof het voor geen meter deugt. U gebruikt hele grote termen, u zet rechters weg. Maakt u nou gebruik van de rechtsbescherming of bent u er volledig op tegen en houdt u dan zich ook afzijdig? De heer Markensauer. Ja, het klinkt allemaal fantastisch, maar het is eigenlijk een heel dom verhaal. Ja, ik heb er niets van toe. Ik zeg toch niet dat mensen niet gebruik mogen maken van de rechtsbescherming. Ik zeg dat de rechters die... Volgens mij begrijpt u helemaal niet wat ik hier zeg. Wat ik zeg is dat er zijn rechters in Nederland. Er zijn officieren van justitie in Nederland. Er is een college van procureurs-generaal. Er zijn ministers in Nederland die niet genoeg toezien op het hard genoeg straffen van ernstige criminelen. Dat wil toch niet zeggen dat geen enkele Nederlander rechtsbescherming heeft of recht op heeft... Mevrouw Van Toorn. Ben ik niet duidelijk of begrijpt u het niet? Dit is geen tweede termijn. U heeft uw punt gemaakt, mevrouw Van Toornburg. Ja, voorzitter, ik aarzelde omdat ik wel weet dat we dan nog een tirade krijgen. En toch hecht ik eraan als CDA te zeggen dat ik de heer Markensauer zou willen vragen om met iets meer respect te spreken over rechters en over het kabinet. We kunnen het met elkaar oneens zijn over wat ze doen, maar zo respectloos ze wegzetten, daar neem ik wel aanstoot aan. De heer Markensauer. Respect moet je verdienen. En ik zie niet in, en ik vraag eigenlijk mevrouw Van Toornburg terug, hoe kunnen we respect hebben voor een rechter die een verkrachtende stiefvader van 3 meisjes maar 2 jaar gevangenisstraf geeft? Ik kan het niet opbrengen. Ik wil het met alle liefde proberen. Mevrouw Van Toornburg, legt u me uit hoe u wel respect kunt hebben voor die rechter. Mij lukt het gewoon niet. Ik geef mevrouw Van Toornburg het woord voor een korte reactie, maar dit is een tweede termijn van de zijde van de Kamer. En de tweede termijn is vooral bedoeld om afrondend uw mening te geven over wat u belangrijk vindt, moties in te dienen, maar niet om andere Kamerleden weer vragen te stellen. Mevrouw Van Toornburg. Voorzitter, het is aan de politiek en ook aan mij niet om een oordeel te vellen over 1 rechtszaak waar ik de details niet van ken. Ik spreek de heer Markensauer louter aan over zijn beeld dat hij wegzet. Ik stel voor dat u verder gaat.
Gevaarlijke criminelen worden niet hard genoeg gestraft en terroristen lopen vrij rond. TBS-klinieken, waar de VVD zo lyrisch over doet, zijn plekken waar gevaarlijke criminelen het bed induiken met naïeve jonge GroenLinks-behandelaarsters, die bovendien absoluut niet zijn opgewassen tegen de manipulaties van deze verknipte psychopaten. En waar al die gevaarlijke criminelen constant op verloven mogen en drugs gebruiken. En eigenlijk alles mogen doen wat zij willen. Lekker voorstel, VVD. Net doen alsof de TBS de maatschappij veiliger maakt. Wat een leugens. Wat wel echt werkt, is levensgevaarlijke criminelen levenslang in de cel gooien. Slachtoffers krijgen met het vigerende, het huidige strafrecht, geen genoegdoening, maar een keiharde trap na van deze boardroom ministers. En de maatschappij wordt niet voldoende beschermd. Met chic doen word je minister in dit land. Maar uiteindelijk is het allemaal niet zo chic, want Nederlanders lopen door deze struisvogelmentaliteit onnodig gevaar. De PVV wil garanties. Garanties dat het Openbaar Ministerie niet te lage straffen eist en garanties dat rechters niet meer zo lage straffen opleggen. Daarom, mevrouw de voorzitter, heb ik zojuist een initiatiefwet ingediend. De wet op hoge minimumstraffen, waarbij wij ook voor veel zeden- en geweldsdelicten een maximum van levenslang introduceren. Deze VVD en CDA-ministers van Justitie en Veiligheid willen Nederland namelijk niet adequaat beschermen en zullen niet met wetten komen die Nederland veiliger maken. De PVV vindt het onacceptabel dat moordenaars en verkrachters soms slechts enkele jaren de cel in hoeven. Sommige misdrijven zijn namelijk zo ernstig dat de dader nooit meer de maatschappij in zou mogen. Daarom heb ik deze initiatiefwet ingediend. Daarnaast vindt de PVV dat het college van procureurs-generaal, advocaten-generaal, hoofdofficieren van justitie en rechters die zich bezighouden met strafrecht voortaan direct door de Nederlandse bevolking gekozen worden. Het volk is het recht kwijtgeraakt en moet dat recht dus terugkrijgen. En daarom dien ik graag de volgende motie in. De Kamer gehoort de beraadslaging constaterende dat het Openbaar Ministerie te vaak te lage straffen eist en rechters te vaak te lage straffen opleggen. Overwegende dat daders niet voldoende leed toegevoegd krijgen, slachtoffers geen genoegdoening krijgen en de maatschappij niet voldoende beschermd wordt. Overwegende dat gekozen rechters, gekozen leden van het college van procureurs-generaal, advocaten-generaal en hoofdofficieren van justitie zullen leiden tot een rechtvaardige samenleving en meer veiligheid. Verzoekt de regering zo spoedig mogelijk een systeem van gekozen strafrechters belast met misdrijven en leden van het college van procureurs-generaal, advocaten-generaal en hoofdofficier van justitie in te voeren. Verzoekt de regering zo spoedig mogelijk 4-jaarlijkse verkiezingen te organiseren die samenvallen met de provinciale statenverkiezingen om dit systeem van genoemde gekozen functionarissen in te voeren. En gaat over tot de orde van de dag. Niet voordat ik de voorzitter dank. Dank u.